Welkom bij een nieuwe video van Elishop. In onze vorige video over soldeerstations hebben we een klein beetje uitgelegd wat nou de precieze verschillen zijn tussen onze meest verkochte stations. In die video lieten we al kort vallen wat nou precies het verschil is tussen een actief en een passief station. En in deze video willen we graag uitgebreid uitleggen wat deze verschillen nou precies zijn. Ik heb vandaag Niels bij. Niels die weet een stuk meer over deze stations en ik hoop dat jij kan uitleggen wat nou precies het verschil is tussen een actieve punt en een passieve punt zijn. Ja, natuurlijk. We hebben 4 stations meegenomen. De Hakko, een JBC, een IW en een Weller. Het bekendste verschil tussen de stations is natuurlijk het vermogen. De JBC heeft het meeste vermogen, 140 watt piek. De IW het minste, 35 watt. De Weller zit er tussenin met 90 watt en de Hakko heeft 65. In principe is 35 watt vermogen voldoende voor de meeste soldeerklussen. Het solderen van een moederbord met heel veel lagen, grote grondlagen, hele dikke speakerkabels bijvoorbeeld, dat zal wel lastiger gaan met 35 watt. Daar raden we echt wel wat meer vermogen aan. Maar de gewone klusjes op een PCB solderen gaan prima met dit station. Meer vermogen heb je vooral dus nodig voor dikke kabels, maar is ook gewoon heel makkelijk. Het soldeert net wat sneller, soldeert net wat fijner, punt warmt wat sneller op. Maar vermogen zegt niet alles. Het puntsysteem is ook heel belangrijk. Dat ga ik je nu laten zien. Eigenlijk is dit de basis, de Hakko. Daarbij heb je een verwarmingselement en dat zit in de bout. Hier onder de punt en de punt die glijdt er overheen. En wat belangrijk is bij het solderen is dat de afstand tussen het verwarmingselement, dat is dus dit, en ja, je werkstuk, dat zo kort mogelijk is. Want je wil zo goed mogelijk warmteoverdracht van je warmteelement naar je werkstuk. En wat daarbij belangrijk is, is dat je een zo kort mogelijk puntje dus gebruikt. En een zo dik mogelijke punt. Het punt moet namelijk de warmte overdragen van je warmteelement op je werkstuk. En daarbij is een zo groot mogelijk contactoppervlak met je punt en tussen je punt en het werkstuk natuurlijk heel belangrijk. En dat is bij een dikke punt groter dan bij een dunne punt. De punt die schuift over het verwarmingselement en dan gaat dit overheen. En zo heb je behoorlijk goed contact tussen de punt en je werkstuk. Want het verwarmingselement zit helemaal in de punt. Echter, het kan nog een stuk beter. Dat zie je bij deze JBC-bout. Daarbij zie je dat dit deel hier is het verwarmingselement. Dit is een actieve punt. En dat betekent dat dit is de punt. En dat is één met het verwarmingselement. En de afstand tussen het werkstuk en het verwarmingselement is super kort. Veel kleiner dan bij de Hakko. Dus de warmteoverdracht zal een stuk beter zijn. Oké. En dus zoals je zegt inderdaad, de afstand tussen het verwarmingselement en de punt is bij een actief station een stuk kleiner dan bij een passief station. Waardoor die, maakt dat ook verschil in hoe snel die opwarmt of afkoelt? Of... Ja, dat maakt zeker verschil. Het verwarmingselement zelf zal niet zozeer sneller opwarmen, maar de punt wel. We hebben metingen gedaan waarbij we de punt van de soldeerstation meten terwijl die opwarmt, vanaf 0 graden tot de gewenste soldeertemperatuur. Wat je hier ziet is de testopstelling om de temperatuur van de punt te meten. We gebruiken een benchtop multimeter om de temperatuur te meten met een thermokoppel. En een thermokoppel is in feite vastgesoldeerd aan de soldeerpunt, zodat er een heel goede overdracht is van temperatuur tussen soldeerpunt en thermokoppel. Als je dit niet doet, is het heel moeilijk om de temperatuur te meten. De gegevens van de multimeter worden doorgegeven aan de computer en daarmee maken we een grafiek die je hier ziet. Wat je hier ziet zijn de meetresultaten van de Weller WT1012. De Weller WE1010, die een stuk goedkoper is dan de WT1012, de IW, de JBC en de Hakko. En wat je meteen ziet, is dat de JBC de andere stations helemaal overstijgt. Die is een stuk sneller warm en dat komt gewoon door het enorme vermogen van 140 watt,
gecombineerd met de actieve punt. De WT1012 van Weller, die daar wat betreft prijs heel dichtbij zit, komt ook wat betreft performance dicht in de buurt. Warm bijna net zo snel op. Maar je ziet wel dat de JBC een stuk steilere curve heeft door het hogere vermogen. Dan zie je de iWay van 35 watt, passieve punt. Ja, die is een stuk trager. Moet je denken aan zo'n 2 minuten om op te warmen. Dus dat is wel echt veel trager dan de JBC. Maar ja, het prijsverschil is ook heel groot. En de Hakko, die zit daar zoals verwacht precies tussenin. Oké, dus er is een duidelijk verschil te zien tussen hoe snel de actieve punt opwarmt, hoe snel de passieve punt opwarmt en hoe ze op temperatuur blijven. Maar dit is natuurlijk een theoretische test. Het is altijd goed om even te kijken hoe dit nou precies zich in de praktijk uit. We hebben hiervoor een praktische test gedaan. Die zie je nu op het scherm. Zou je eventueel kunnen uitleggen wat we precies zien hier op het scherm, Niels? Ja, wat we hebben gedaan, we hebben een grote printplaat gepakt met een groot koperoppervlak waar veel tin op zit, wat dus best wel lastig te solderen is. Daarbij houden we 3 soldeerstations en gaan we kijken wanneer de tin voor het eerst rondom de punt is gesmolten en wanneer de tin volledig smelt. We laten een timer meelopen met de beelden en de timer stopt zodra de tin gesmolten is. Zoals je ziet is de tin bij het JBC-station echt veel sneller gesmolten dan bij de andere stations. De Weller die doet er stukken langer over en de Hakko is nog trager. Het zijn geen slechte stations, maar dit is typisch een opdracht waarbij je het voordeel van een actieve punt en veel vermogen goed naar voren komt. En daarom hebben we ook deze test zo opgezet. Oké, dus er zit best wel een duidelijk verschil tussen de actieve en de passieve punten. Zoals in de demonstraties te zien is de Weller, ligt die best wel dichtbij de actieve punt JBC systeem. Alleen die is natuurlijk ook wel het duurst van alle passieve systemen. De AOIW duurt gewoon erg lang, maar is doordat die niet heel duur is een prima instapmodel voor de wat kleinere soldeerwerken. De JBC stijgt qua performance boven alles uit, maar is ook het duurste station, komt mede door de actieve punt. En de Hakko is eigenlijk een net iets duurder station, maar ook prima een instapmodel, net zoals de AOIW. Ja. En ik hoop eigenlijk dat nu een stuk duidelijker is wat precies qua performance de verschillen zijn tussen de actieve en de passieve punten. En binnen de passieve punten wat nou precies het verschil is tussen een duurder en een goedkoper station. En tot de volgende video.